Hey, hoi! Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je al kon zien aan de titel heb ik een Lidl boodschappenshoplog voor je. En in deze boodschappenshoplog laat ik je zien wat ik allemaal voor de voorraadkast heb gekocht. Het is dus echt specifiek op met name houdbare dingen en nou ja, een aantal dingen nog voor komende week die we nog nodig hadden. Dus vind je het leuk om te zien wat ik allemaal heb gekocht? Kijk dan lekker met me mee. Om te beginnen een heel lang bonnetje. Ik was in totaal 122,50 kwijt. En dan beginnen we aan deze kant. Ik heb het helemaal verspreid liggen over de keuken. Dat kon je denk ik net al een klein beetje zien. Daar ook nog. En achter me nog wat brood. Fruit. Ik had nog appels. Dus ik heb alleen nog even mandarijnen gekocht. En bananen. Twee grote trossen. Want dan hebben we daar weer vrij veel van. Het is wel heftige kleurtjes eigenlijk. Dit zo in beeld zie ik hoe ik het nu bij elkaar heb gezet. Goed. Wij eten wel regelmatig lekker een maaltijdsoepje. En dan vinden we het wel lekker om daar iets bij te doen. Doe ik soms brood bij. Maar soms ook wel eens gewoon van dit soort... cheese sticks in dit geval. Of andere soepstengels of iets dergelijks. Dus daarvoor heb ik die gehaald. Appelstroop had ik niet meer in mijn voorraad, dus daar heb ik er 3 van gehaald. Deze vinden wij erg lekker van Lidl. Of die van de Aldi, die bevallen ons goed. Met name ons zoontje eet dat heel veel. Nou, de pindakaas ook eigenlijk altijd of deze van de Lidl of van de Aldi. Maar dan wel dus altijd die met de stukjes pinda, want die vindt hij ook het lekkers. En ik moet zeggen, die vind ik zelf ook wel heel erg lekker. Dan had ik nog deze gekocht. Ik heb een tijdje terug een... fruitsalade gemaakt in plaats van zeg maar zuivel als toetje een fruitsalade en daar had ik deze doorheen gedaan en dat vonden de kinderen heel lekker en ik eigenlijk ook wel, dus heb ik even 2 van gehaald zodat ik dat in de toekomst nog een keer kan doen. En ik had nog een keer chicken tonight en in de voorraadkast staan zag ik en daar doe ik dan ook wat van deze halve persik erbij doorheen, dat vind ik wel lekker. Niet dat we dat nu deze week gaan eten, maar dan heb ik het maar vast in huis. Dan hadden we niks meer aan chips en dat soort dingetjes. Dus ik heb even lekker wat gekocht. Deze zouten stokjes, die vinden wij altijd wel lekker. Met name ook de kinderen. Michael en ik zijn wel dol op deze chocolade rozijntjes. Die vinden we eigenlijk lekker. Dan voor de kinderen heb ik deze nog gehaald. Die kennen ze niet, maar ik dacht dat vinden ze vast leuk. Want het ziet eruit als patatjes. En deze vinden ze wel lekker. Die vind ik zelf ook wel erg lekker. Nou ja, en dan nog gewoon paprika chipjes en nog ribble cheese onion. Deze ken ik eigenlijk niet zo. Die koop ik meestal niet bij Lidl, maar die zijn vast ook wel prima. En deze weet ik toevallig, die zijn wel lekker, want die heb ik wel eens eerder gehaald. Dus dat. Dan nog een mix, dus zo'n kruidenmix voor macaroni en spaghetti. Af en toe gebruik ik dat nog, dus vind ik wel handig om op voorraad te hebben. Laatste tijd doe ik wel vaker kipjes, want we eten af en toe kip. En dan paneer ik die zelf, zodat het een soort van kipnuggetjes worden, zeg maar. Dus daar heb ik die nog weer van gehaald. En voor de kinderen af en toe een snackje rijstwafel. Dan deze cake mix, die vinden we ook altijd wel makkelijk. Vind ik fijn als ik dat in huis heb, als ik dan een keer visite krijg, dan kan ik dat even maken. Hagelslag had ik niet zoveel meer van, dus heb ik maar even veel ingekocht. Dan hebben we het maar vast weer in huis. 2 keer melk en 1 keer puur, want puur hadden we nog, had ik gezien. En Sarah is heel dol op vruchtenhagelslag, dus daar heb ik er ook weer eentje van gehaald. Voor haar. Nou, dan hier nog pasta. Die weet ik niet of die lekker is. Die eten we meestal van Nutella. Maar deze was een stuk goedkoper, dus ik dacht die gaan we even proberen. En deze is natuurlijk niet van Nutella, dit is dan Duoponotti natuurlijk, maar ze vinden Nutella ook altijd lekker. En deze gaan we een keertje proberen. En dan aardbeienjam, die bevalt ook goed, die vinden ze ook erg lekker. Dus ja, die. Dan heb ik nog wat brood gekocht voor Cora Sesam. Ik haal niet heel vaak brood bij Lidl, maar ik had nu geen zin om nog weer ergens anders heen te gaan. En fijn voor Cora, na 2 keer, dat gooi ik allemaal in de vriezer en dan hebben we weer... voor ruim een week genoeg, denk ik. En dan gaan we aan deze kant verder. Ik heb van Michael, die eet 's ochtends vaak yoghurt, heb ik deze gehaald met aardbeiensmaak en met persik en passievruchten. Geen idee of dit lekker is, maar ik dacht, dat heeft hij een keer wat anders dan gewoon de normale. Deze gebruik ik eigenlijk altijd boven in mijn emmertje, zeg maar, op mijn kantoor, maar ook bij de toiletten, zeg maar. En die gebruik ik trouwens ook hier in de keuken. Die past er allemaal precies in. Dat is heel handig. En er zitten ook van die hendels aan. Dat staat er ook wel op. With handle. Dat vind ik super praktisch. Dan vroeg mij laatst iemand, wat voor doekjes gebruik je wel eens? En ik gebruik eigenlijk altijd deze. Voor als ik zeg maar even gauw de wc afneem bijvoorbeeld.
Of ook wel heel af en toe in de keuken trouwens. Ik zie dat hier de keuken op afgebeeld is. Dat ik het over de fornuis doe. Maar dat doe ik eigenlijk altijd gewoon met zo'n microvezeldoekje en een beetje zeepsap. Nou, over de wc gebruik ik deze wel echt regelmatig. Vind ik even makkelijk. Nou, dan nog een aantal koekjes. Deze vind ik heel lekker. En deze met chocola. Heel simpel. Deze ken ik nog niet van Lidl. Die kopen wij wel eens bij de Aldi. Vind ik heel lekker van de Aldi, die appelrondo's. Maar deze ken ik nog niet, dus die gaan we proberen. Ze zien er hetzelfde uit, dus ik denk haast dat het ongeveer hetzelfde moet zijn. En dan nog rasse koeken. En nog wat suikerwafeltjes. Ik zeg wafeltjes, maar dat zijn natuurlijk van die hele grote, meer Belgische, leukse wafelsachtige dingen. Die vind ik heel lekker. Af en toe mag dat. Hè? Goed, anyhow. Ik ben op het moment wat minder strikt wat ik laatst vertelde. Ik vind het allemaal even lastig, momenteel merk ik. Maar goed. Mijn lunch en zo doe ik nog wel heel netjes. Dus daar heb ik weer even een sla voor gehaald. En we eten deze week een keer deze pizza, zelfgemaakte. En deze pizza kit, ja, dat heb ik volgens mij wel eens eerder verteld. Die bevalt echt super goed. Deze saus is heel lekker. En hier zit dus ook het bladerdeeg bij in. Ik doe nooit alle saus erop, want dan was het echt een hele sappige pizza. En daar hou ik niet van. Het moet wel een beetje krokant zijn, de bodem. Maar we eten dus pizza en daar heb ik lekker paprika voorbij. Doen we niet alles op, denk ik. Dat is een beetje te veel. Champignons vinden wij heel lekker, de kinderen niet. Maar dat doen we dan niet op alles, zeg maar. En dan heb ik nog gekocht rauwe ham. En salami, want dat vindt onze dochter sowieso heel lekker. Maar dat is ook lekker op de pizza. Dus die gaan op de pizza en dan met een beetje ui. Dus gewoon heel simpel eigenlijk, maar wel lekker. Dan nog eieren. Dat gebruik ik ook bijna niet meer. Dus dat heb ik al heel lang niet gekocht. Maar ik denk, laat ik ze dan even halen. Want als ik ook een cake wil bakken, heb ik ook ei nodig natuurlijk. Komkommer nog als snackje. Nou, die had ik al laten zien. Dan nog spuitslagroom. Dat heb ik altijd op voorraad. Dat vindt Michael altijd lekker bij het toetje. Dus, en die zijn ook wel lekker daarop. Als we dan thuis zijn, kun je dat ook een keer daarop doen. Dan voor de kinderen nog deze knijpfruitjes. Zij krijgt het altijd mee naar de zwemles. En af en toe krijgt ze het ook een keer mee naar school. Dus die heb ik nog gehaald. Dan hadden we helemaal geen pakjes en zo meer. Dan moet ik wel zeggen dat wij ook niet heel vaak van die pakjes drinken gebruiken. Als wij ergens naartoe gaan. Een dagje uit of weet ik veel. Laatst waren we een keer naar een dierentuin geweest. Ja, dan neem ik dat bijvoorbeeld wel mee. Neem ik ook altijd een dopper of een andere waterfles met me mee. En, of soms ook voor de kinderen nog een fles met ranja of zo. Maar daar vinden ze het heel speciaal als ze een pakje drinken mogen. Dus voor dat soort momenten heb ik dan pakjes drinken in huis. En deze lijkt een beetje op de taxi. En dat vinden ze helemaal speciaal en leuk en lekker. Dus helemaal prima. Dus ik dacht dat neem ik even mee nu ik toch bij de Lidl ben. Nog wat aardappels, zodat we weer een keer een AVG'tje kunnen maken. Voor de kinderen naar school doen we vaak ook snacktomaatjes mee, dus die heb ik meegenomen. Nou, je zag het denk ik al, een hele stapel met deze flesjes helder. Dat vind ik lekker voor af en toe. En dat was op, dus daar hebben we nu weer een heleboel van. En dan heb ik hier dus nog, ja, die had ik al laten zien, champignons. Voor vanavond eten we ook een AVG'tje, nog iets van wat over was van eerder. Maar er zat geen vleesgriet bij. Nou hoeft het ook niet altijd voor mij. Maar vegetarische kaas heb ik daarvoor dus gekocht. Nog twee pakken melk. En deze vla, dubbel vla, die vinden ze lekker. En daar kan dus die slagroom ook weer bij. En dan nog bosvruchten. Yoghurt. En Sa vroeg laatst om een chocoladetoetje. En nou weet ik niet of ze dit bedoelde. Want een tijdje terug heb ik dit ook een keer gekocht. En vorige week zei ze heel random, ik wil graag chocoladetoetje, mama. En toen dacht ik, ja, dat hebben we niet, maar wat bedoel je nou? En nu liep ik daar langs en toen dacht ik, misschien bedoelde ze deze wel. Dus ik heb die maar gekocht. Nou ja, als ze daar zin in heeft, mag ze het hebben. En anders is het voor een van de anderen. En nog wat wc-papier, want dat was ook bijna op, dus dan hebben we dat ook maar weer. En dan, heb ik alleen dit niet laten zien volgens mij, of niet benoemd. Mayonaise, ik koop dit nooit bij Lidl, maar ik heb dus nu deze meegenomen. Geen idee of die lekker is. Ik zag er allemaal van die hele grote potten, dat vind ik helemaal niet handig, want wij gebruiken dat maar af en toe. En ik zag deze, dus toen heb ik deze gekozen. Vind ik bij gebakken aardappeltjes of zo, vind ik dat wel lekker. Dus, die, en dan nog deze koekjes, gewoon... lekker voor 's avonds. Oh, dan ligt er ook nog een reepje chocola onder. Volgens mij heb ik dan nu alles laten zien en ook benoemd. En ik dacht, ik ga dit nu natuurlijk even opruimen. Maar ik dacht, misschien is het ook wel even leuk om te laten zien wat ik dan eigenlijk allemaal in de voorraadkast heb staan.
Ja, zodat je daar een beetje idee bij hebt. Misschien is dat nog wel leuk om dat even in deze video op te nemen. Dus dat ga ik doen. Ik zal je laten zien voordat ik deze voorraad allemaal inleg wat ik dus nog had. Want ja, ik ben wel, en dat weet je misschien van alles het verleden, als je mijn video's vaker hebt gezien, wel iemand die graag een voorraadje heeft. Ik vind het heel vervelend als ik iets op heb dat ik het dan direct moet kopen. Dus ja, daar ben ik wel van. Daar ben ik ook een beetje mee opgegroeid. Mijn vader deed vroeger ook één keer in de maand grote boodschappen. En toen ik eenmaal wat ouder was, moest ik altijd mee. Want dan gingen wij voor het hele gezin soms zelfs al 2 karren vol halen. Ik weet niet of we dat elke maand deden trouwens, maar... ging ik mee en dan deden we dat. Dus dat ben ik ook heel erg gewend. En ik vind het zelf ook heel erg fijn. Dus dat hou ik zelf ook lekker in stand. Dit is onze voorraadkast. Ik heb verschillende planken. Ik heb het een klein beetje opgeruimd toen ik ging kijken wat ik allemaal nodig had. Hier ligt normaal iets van chips en zo. Dus daar heb ik nu eigenlijk alleen nog wat stukjes, pinda's en nog iets uit een kerstpakket. En nog wat andere dingen. Hier liggen ook altijd afbakbroodjes. Dat heb ik nog iets van. Dat gebruiken we ook bijna nooit meer. Dus dat koop ik ook niet zoveel meer. Maar hier ga ik dus zometeen de chips neerleggen. Hier liggen dan eigenlijk altijd de cupjes voor de koffie van Michael. Als ik nog kaas heb, ligt het ook altijd hier. En dan liggen hier de koekjes. Ik had dus nog wel wat kleine koekjes, zeg maar. Krakelingen. Kaneelstengels. Dus meer voor als we visite krijgen, zeg maar. De chocoladekoekjes zijn meer van Michael, want daar is hij dol op. Deze hadden we bijvoorbeeld nog. En dit krijgen de kinderen bijvoorbeeld ook wel eens mee naar school. Dus er zit dan ook zoiets bij in. Dit is wel van de Lidl trouwens. Dus dat ligt dan ook nog hier. Nou, en dan wordt het altijd een beetje een rommeltje. En die kan dicht met de voorraad voor het avondeten. Zoals inderdaad die bami en spaghetti. Groenten, kruidenmixen juist. En wat droge pasta, zeg maar, ligt daarachter. En nog wat knijpfruitjes. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld laatst een nieuwe ketchup gekocht. Wat dan nog niet in de keuken staat, maar nog dicht is, zeg maar. Dus dit is, zeg maar, allemaal gesloten. Dus hier ga ik dan de andere dingen weer bijleggen. Nou, dan heb ik daaronder altijd het ontbijtspul. Zoals je ziet had ik nog pure hagelslag en nog boter. Nog 1 slagroom staat daarachter. En dat daarachter zijn ook bakmixen en dat soort dingen. Nou, we hadden dus nog jam. Daar heb ik dus niet helemaal goed onthouden. Dat had eventueel niet gehoeven. Nee, en 1 pot pindakaas, maar in de keuken is ook bijna op. Dus dat ligt dan allemaal hier. Nee, en dan daaronder hebben we vaak nog iets van drinken en zo. En ook mijn... grillapparaat, die staat altijd hier. Vind ik een handige plek, want die is best wel groot. Hier zet ik dan zo meteen de Crystal Clear nog weer bij. En hier staat dus ook bijvoorbeeld de biertjes van Michael. En als we wat andere frisdrank of iets op voorraad hebben. En er staat allemaal drank wat we nooit drinken, wat daar maar staat te staan eigenlijk. Zo, inmiddels heb ik alles opgeruimd en heb ik dus weer een lekkere fruitvoorraad voor deze week. En is de voorraadkast weer een beetje opgeruimd en ingepakt. Ik was heel blij van als dit weer helemaal lekker op orde is. En het maakt me nu even extra blij om dit nu te doen, zeg maar. Omdat ik toch geopereerd word binnenkort. En dat maakt dat het dan allemaal even iets minder makkelijk is, dat ik wat meer hulp nodig heb. En dan vind ik het heel fijn dat we gewoon nu in elk geval alvast een heel fijn, goed gevulde voorraadkast hebben. Want het scheelt straks weer. Goed, ik word hier blij van. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En dat je de volgende keer weer met me meekijkt. Dankjewel voor het kijken. Vond je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg tof vinden en daarmee help je me ook enorm. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan even. Het is helemaal gratis en dan zie ik je heel graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Bye!